Staatsoliemaatschappij NV sluit het jaar 2023 met trots af. Het bedrijf maakte dit gisteren bekend middels een berichtgeving. Er zijn projecten gefinaliseerd om de oliewinning in Saramacca op lang termijn te kunnen waarborgen. Staatsolie heeft goede resultaten geboekt op financieel en productieaspect en in het offshore gebied. Staatsoliedirecteur Anand Jagisser deelde enkele van de behaalde productiedoelen die zijn behaald met onze redactie. In Saramacca hebben we 3% meer olie geproduceerd. Bij onze elektriciteitscentrales hebben we 12% meer opgewekt. Dus erg goed. Maar ik denk het belangrijkste is dat we bijna $15 miljoen meer aan de staat hebben overgedragen over 2023. Dus een heel erg goed jaar was het. En aangezien het een heel goed jaar was, als u zelfs mocht bekijken, wat kon volgens u anders of beter? Ja, er is altijd verbetering. Het zit ingebakken in onze programma's. We zijn op Saramacca bijvoorbeeld bezig met een inhaalprogramma voor onderhoud. En dat komt als olieprijzen laag zijn, dan stellen we het een klein beetje uit, dan repareren we veel. Maar als olieprijzen beter zijn zoals nu, dan vervangen we eigenlijk pijpleidingen bijvoorbeeld. Ook in de refinery zijn we continu bezig. Wat je nu hebt is climate change, dus je probeert zoveel mogelijk emissies te voorkomen. En dat zijn programma's die we verder uitvoeren in onze organisatie. Maar is gepland, dus als planning, dus planmatig. Jagisser legt uit dat er wel wordt gesproken over gas, maar dat die veel langer kan duren als gekeken wordt naar productietijd voor gas. De staatsoliedirecteur meent dat eerst gefocust moet worden op wat Suriname uit de crisis kan halen. Dan zeg ik, er is armoede in Suriname. Laten we ons focussen op dat ding dat erg belangrijk is. En dat is die eerste ontwikkeling in 1958 en nu die mogelijkheid met Petronas, ook in 1952. En nu Petronas is komen praten over gas, dan gaan we ook met ze praten. Het blijft dat voor 2032 er geen gas geproduceerd gaat worden. En als ik me niet vergis, gaf u aan dat rond 2027 of 2028 de oliesector een beetje op rollen zou komen. Ja, dus de eerste productie komt in 2028 uit de offshore, omdat het zo lang duurt om al die ingewikkelde equipment te bouwen en te designen. Maar wat je wel krijgt, is omdat men allerlei activiteiten ontplooit om te komen tot die ontwikkeling, dat je wel die local content krijgt die zich gaat ontwikkelen. De laatste 5 bronnen zijn door Total Energies vanuit Suriname geboren. En ze hebben echt $90 miljoen uitgegeven in Suriname. $90 miljoen. En we weten dat zeker omdat zij ons die kostenoverzichten moeten sturen. Dus als men straks 30 bronnen gaat boren, vanaf 2025 hopelijk, dan begrijp je dat gaat er een heleboel local content hier ontwikkeld. Dochteronderneming GoTo heeft in 2023 haar marktaandeel vergroot. Ook heeft zij dit jaar haar eerste pompstation geopend in het district Kommerwijnen. Voor de raffinaderij zal de vierjaarlijkse grote inspectie en onderhoudsbeurt Turnaround plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2024.